deze begonnen om sowieso een oplossing te vinden voor vuil. Vuil wat via de zee naar binnen komt of in de zee is terechtgekomen. Omdat ik zelf heel veel in het water zit, weet je, dan doet het je wel wat. Gewoon op een gegeven moment gaat het echt aan je werken. Okay, dan moet je met een oplossing komen. Dat is wat ik bedacht van als ik dus nou een ontzettend groot monster maak van hout. En dat monster weer bekleed met het vuil wat ik vind. En het op desbetreffende plekken zet. Zodat mensen het kunnen bezichtigen. En eigenlijk was die ontworpen voor de kust. Dus zodat je vlak bij de kust, waar je die kleine bokkas hebt, waar al het vuil binnenkomt, een heel groot dier kon zien dat is gemaakt uit dat vuil. En het ging zelfs nog verder. Dus als we dat eenmaal hadden gemaakt met vuil, of met slippers, of met plastic. En daarna nog een laag erover van aarde. Helemaal bekleden met modder en aarde. En zodat je het weer opnieuw kan laten beplanten. Dus je begint dus met vuil en het eindproduct is eigenlijk na een paar jaar kweken of wat, dat je echt een bijna weer een levend orgaan hebt. En zo is het idee een beetje ontstaan. En, het is al heel lang geleden, ik ben er echt al een paar jaar mee bezig. En ik was gewoon in de ijskast omdat het niet echt realiseerbaar was en zo. En op een gegeven moment komt dus het idee om Scharlo een nieuw jasje aan te geven, of aan te trekken, of in een nieuw jasje steken, zou ik maar zo zeggen. En toen hebben ze dus lokale kunstenaars gevraagd, hey, hebben jullie ideeën of suggesties hoe we dit kunnen aanpakken? En dan verderop is Gerrit bezig en Robert en even het ding zijn naam vergeten. In ieder geval drie kunstenaars zijn al bezig grote muurschilderingen te maken. En deze is bedoeld voor het park. En het park heeft al een opknapbeurt gehad. Maar het is aan het verwaarlozen omdat er in principe geen interactie erin is. Er komen geen mensen, komen geen het park niet opzoeken. En dit moet dus een soort attractie worden. Voor mensen die naar binnen willen komen, dan gaat het om mensen moeten naar binnen kunnen komen. Eromheen kunnen lopen, bezichtigen, eigenlijk ook even kunnen zitten en van het park genieten. En als mensen van het park gaan genieten, dan gaat het park leven. En dan bruist het allemaal op en dan met een beetje positive vibe loopt het door de huizen naar achteren, door deze wijk Scharlo. En dat de wijk eigenlijk hiermee wordt betrokken. Dus eigenlijk heb ik het paard van Troje gebouwd. Zo zie ik het. Hij gaat naar binnen en in principe als hij binnen is, dan soort van zal hij moeten exploderen. En al het positieve eigenlijk wat het voor bedoeld is, dat soort van gaat leven. En het gebeurt, weet je, je bent aan het werk, mensen lopen voorbij. Ze denken dat je een boot aan het bouwen bent. Ik ben geen boot aan het bouwen, ik ben een vis aan het bouwen. En dan ga je met ze in gesprek en dan, weet je, dan hoor je hoe ze zich voelen voor de buurt. En, weet je, en ja, het geeft je als kunstenaar een heel warm gevoel van binnen. Want dat is ons werk in principe. Wij weerspiegelen eigenlijk dingen terug naar de maatschappij die wij eigenlijk als soort van problemen zien. En ieder kunstenaar in zijn eigen stijl, weet je. En, nou, ik ben heel erg vereerd dat ik het sowieso mag doen, omdat ik een recycle artist ben. En ik heb in principe nog nooit zoiets groots gemaakt met zoveel kleine stukken vuil eigenlijk. Ik heb dat zo grotere dingen gedaan met banden. Maar dit wordt echt heel gedetailleerd met dopjes en slippers. En omdat dopjes en slippers gaan heel snel verteerbaar worden in het water, waardoor vissen die gaan eten. Ja, vissen gaan dood, of wij eten die vissen en wij gaan ook dood. En het is ook een boodschap naar Curaçao, zodat Curaçao wakker wordt om voor zijn kust te gaan zorgen. Want er wordt niet gezorgd voor de kust tot nu toe, er wordt alleen maar genomen. Zover mijn ogen kunnen zien. Het is één grote toeristenbende die erin gaat en heel veel joy erin heeft, waar het ook voor is. Maar je gaat het rif moeten onderhouden. En de zee ga je moeten onderhouden, rond je hele kust ga je moeten onderhouden en ja, daar moet je dus mensen voor hebben. En als het je niet van school is geleerd, als het je niet van huis uit is geleerd, dan weet je het niet en dan interesseert het je ook niet, want dan denk je van dat water is toch maar daar en het is gewoon normaal dat water daar is en we hoeven er niet naar om te kijken, er is genoeg, want dat is vaak ook, hoe zeg je dat? Het argument dat mensen gebruiken, nou, het is genoeg en weet je, het is niet erg, maar het is wel erg omdat heel veel van het vuil wat wij nu op Curaçao krijgen niet eens van Curaçao is.
Het is gewoon van de rest van andere eilanden of andere werelddelen. En dus, maar je gaat eerst thuis moeten beginnen. Je gaat eerst je eigen huis moeten schoonmaken en leren onderhouden. Voordat je soort van internationaal met dingen gaat bemoeien. En het mooie ervan is, Curaçao is klein. En je kan een kleine gemeenschap snel een soort van een twist geven. Dat ze de andere kant op moeten. En niet dat mensen niet de andere kant op willen. Maar ze hebben de gelegenheid nodig. En het begint bij kinderen. Ik ben al een beetje klaar met oudere mensen. Kinderen zijn voor mij echt de ideale, zou ik zeggen, kleine guinea pigs. Die ik dingen kan leren met de hoop dat het in de toekomst beter gaat uitpakken. En dat is ook wat de vis voor staat. Het staat voor 500 kinderen die via Green Kids, Fundación Green Kids, een schoonmaakactie gaan houden. En hier is een soort van het eindfeest. De MCB is de grote motor erachter die het financieel mogelijk heeft gemaakt. Dus de dag de 27e worden hier dus 5 kinderen geëntertaind, waaronder een deel de vis ook zal bekleden. Zo, dat maakt het verhaal een beetje rond van de vis. Dat is een beetje mijn visie. Achter de visie is ook nog een soort van vis. Hey. Hele grote guru hier, Yubi Kirindungo, en he has like pushed so much weight already, weet je. Hij heeft zoveel vuil al getransformeerd tot kunst. En nogmaals, het is een klein eiland, dus als iemand iets positiefs doet, is het gewoon een wild vuur wat soort van gaat lopen. En er zijn andere, weet je, de hele familie Sling, oma Sling, ook een hele grote recycle artist. Maar als je ook gewoon naar Bandabouw gaat of je gaat even gewoon van de grote weg af. Eigenlijk als je bij de iets armere gaat. Op het moment dat je in de probleemwijken komt, zal ik maar even zo zeggen, zie je al dat mensen kunnen recyclen. Mensen gaan altijd recyclen als ze financieel een beetje krap zitten, zal ik maar even zo zeggen. Als je het geld hebt, ga je kopen. Als je het niet hebt, ga je het maken. En Curaçao heeft dat. En, we kopiëren heel snel. En het is eigenlijk nog niet op een niveau dat ik zeg van, weet je, groundbreaking, maar het ligt eronder. En het is een moment van ja, ik zou het bijna explosief kunnen noemen. Want ik denk, als het juiste moment is dat het soort van, dat het collapse het naar boven komt, dat het niet één man als een recycle artist naar boven komt, maar dat je echt bijna gewoon een complete bevolking hebt die het kan. En ja, ik vind het, het is aanwezig, het zit in het bloed. Sinds ook met geschiedenis, weet je. En ja, het moet gestimuleerd worden. En het is heel moeilijk, want de maatschappij is heel modern en alles is nieuw en flitsend. En kinderen worden ook daarmee opgegroeid. Nogmaals, ik kom weer bij die kinderen en want daar begint het allemaal mee. Ik geloof, als je één generatie neemt, het neemt één generatie eigenlijk om het allemaal te kunnen veranderen.